waar de meeste mensen het hele jaar door aan het werk zijn met hier en daar een kindervakantie of vrije dag, houden ze er in Hilversum een heel ander soort kalender op na. Na een paar maanden doen de tv-sterren altijd net alsof hun jaar er alweer op zit en beginnen ze vanaf hun strandbed op Curaçao te roepen dat we beter op het klimaat moeten letten. Bij RTL 4 maken ze het wel heel bont. Daar heeft nu echt iedereen last van het Jinek-virus. Niet alleen Eva is op vakantie, maar ook haar talkshowcollega's Bo van Erve Dorens, Humberto Tan en Renze Klamer. Het gevolg? De grootste commerciële zender van het land zendt deze hele maand wat herhalingjes uit op de late avond. Rob Goossens vindt het ongekend dat RTL 4 oude meuk uitzendt terwijl concurrent NPO 1 gewoon de hele zomer doorgaat. Als je 4 presentatoren hebt, is het eigenlijk, zou ik zeggen, een blamage dat je niet het hele jaar te zien bent. Wat dat betreft zullen ze toch iets moeten verzinnen, wat mij betreft, om dat op te lossen, zegt hij in RTL Boulevard. Eigenlijk was het plan van RTL 4 om wel de hele zomer door te gaan met talkshows. Renze Klamer zou niet de hele maand juli, maar de hele maand augustus op zender zijn. En Humberto Tan zou dan in juli presenteren. Uiteindelijk werd besloten om daarvan af te zien, omdat er bij het team een vakantiebehoefte heerste. Rob, nu kwam het toevallig met de mensen die gewoon echt aan vakantie toe waren niet uit om in augustus uit te zenden. Ik begrijp het, maar ook daar, de kijker heeft geen mededogen, want ook de herhalingen op het talkshowslot van RTL 4 doen het niet heel erg spectaculair goed. Herhalingen werken anno 2022 niet meer, merkt Rob. Hij wijst naar de huidige catastrofe op SBS 6. De kijkersaantallen zijn daar zo laag dat niemand raar opkijkt als die volgende week negatief uitslaan. Dat is wel echt bar en boos. De tijd dat de kijker zoiets heeft van, dan kijk ik dat maar, die is echt voorbij. Daar hebben we te veel opties voor. Hij vervolgt, het is lullig om dan haar te moeten noemen, maar Linda de Mol is wel echt het ultieme dieptepunt. Haar dramaserie Diepe Gronden is afgelopen week herhaald en had maar 87.000 kijkers. Linda de Mol zette daarmee haar laagste kijkcijfers op primetime ooit neer. Dat is echt gewoon te weinig. Hij staat ook op Videoland. Dat zal wel onderdeel van de pech en misère zijn, want de mensen die het willen zien kunnen hem zonder reclame daar kijken. Rob leeft heel erg mee met Linda. Dat gun je niemand.